Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Wij zijn naar de logopedie geweest en ik heb twee snurkers hier. Nou, die ga ik maar eens even naar binnen brengen. Is Jordi alweer wakker? Heeft hij alweer wat gegeten en een fles gehad? Maar ik vrees dat hij voorlopig nog niet gaat slapen. Hij heeft eigenlijk in principe alles gehad wat hij moest hebben. En die slaapt nu weer. Dus ja, alleen Jordi is nu wakker. Maar dat maakt in principe niks uit. Ik heb van Jordi geen last of zo, dus dat maakt niks uit. Maar goed, ik ga even wat eten. En ja, dan ga ik hier even aan de gang. Ik hoop dat ik wat dingetjes gedaan krijg. Straks komt picknick. Dus dat betekent dat ik niet naar de winkel hoef. En ja. Dus. Ben ik ook wel blij mee. En morgen hadden we eigenlijk fysio. Maar dat gaat niet door. Ja. De fysio is verkouden. Dus dan mogen ze niet fysiotherapie geven. Dus ja. Dan is dat gewoon zo. Dus ja. In ieder geval. Het is in de coronatijd. Dus. Ja, dan krijg je gewoon dit soort momentjes. En daar kan zij natuurlijk ook helemaal niks aan doen. Maar ja, in ieder geval, ik ga heel eventjes wat eten. En daarna aan de gang. Jordi heeft niet meer geslapen sinds dat hij wakker is geworden. Hij is best vrolijk nog, dus ik weet het niet. Liam heeft net nog zijn flesje gehad en ik ben nu eten aan het koken. Ik kook kip tandoori. En ik ben altijd best wel, wat dat betreft, een luie kok. Dit is wat we eten. Ik ben best een luie kok wat dat betreft. Want ik heb nooit zin om alles in aparte bakjes wat dat betreft te doen. En vooral niet als ik weet dat het één of twee pannen betreft. Maar wat ik altijd doe is, ik marineer mijn vlees gewoon rechtstreeks in de pan. En dat, ja, dat doe ik altijd. Dus ik laat het even marineren. En dan ga ik zo dadelijk bakken en de rijst opzetten. Er staat op de pak staat ook altijd met lekker veel groenten kun je dan kiezen. Maar ja, ik heb een soort van afgeleide gemaakt van wat ze hierop willen. Want hier staat bijvoorbeeld ook dat je koriander erbij moet gebruiken. Nee, ik vind koriander niet echt bepaald lekker. Dus ja, ik gebruik er geen koriander bij. Maar ik zal even laten zien hoe ik het wel maak. Mijn vlees en groentes. Ik doe altijd groentes bij de kip tandoori. Dus bij de kip zelf doe ik altijd een groentemix. Vind ik zelf lekkerder. Misschien schop ik wel heel veel mensen nu voor hun schenen. Maar ik zelf vind dat lekkerder. En dan weet ik ook zeker dat Jordi ook genoeg groenten binnenkrijgt. En ja, ik vind dat gewoon belangrijk. Dus ja, ik ben daar nu aan het bakken. Ziet er zo uit. Lekker, lekker, lekker. En dan ga ik nu even verder met de salade. Ik heb een tijdje geleden heb ik van mijn moeder deze keukenmachine gekregen. Ik kan je vertellen, deze keukenmachine die is denk ik al een jaar of 25 oud. Misschien wel 28 jaar. Ik weet in ieder geval dat mijn moeder deze altijd had. En ze had een nieuwe gekocht en ze vroeg aan mij of ik deze kon gebruiken. Ik ben toch een Nederlander en ik wou zo'n ding kopen. Dus ik zeg tegen mijn moeder, ik kan hem gebruiken. Dus, ik ben er hartstikke blij mee hoor. Ik maak er heel veel mee. Of in ieder geval, ik gebruik hem heel veel. Maar goed, in ieder geval. Ik heb de kleinste rasp erop staan. En dan gaan we hem aanzetten. Zoals jullie zagen, heb ik het even geraspt. En daar zit winterpeen en komkommer in. En dat ga ik nu heel eventjes in een kom doen. De saus heb ik inmiddels klaar afgemaakt. Jordi moest even de luier verschoond hebben. Dus ja, dan moet je even de luier schone handen wassen en weer verder. Maar ik zag dat het gewoon nodig was dat ik even de saus afmaakte. De rijst is ook eigenlijk zo goed als klaar. Maar dan nu. Ik had het in een bak gedaan. En er staat op de verpakking dat je
yoghurt nodig heb. Nou, ik heb eigenlijk nooit yoghurt in huis, want dat eten wij hier eigenlijk niet. Dus dan zou ik yoghurt moeten gaan kopen. Wat ik zonde vind, omdat ik altijd kwark in huis heb. Dus, ja, wat ik dan doe is 2,5 schep kwark. Citroensap, hoeft niet van dit merk te zijn natuurlijk. Dit is gewoon wat ik in huis heb. Peper, ook niet van dit merk, maar hè. En Aromat. Volgens mij heb je dit alleen maar een merk Aromat. Weet ik verder niet, maar in ieder geval, dan ga ik eventjes allemaal hierin doen. En ik was aan het vertellen dat ik niet van afwas hou, maar ja, ik dacht van die kwark, ja, ga ik een bak van 500 gram ernaast zetten. En 2 schepjes uithalen, 2,5 schep. Het ziet er ook niet echt leuk uit. Dus ik dacht, nou, laat ik het dan maar zo doen. Toch maar weer meer afwas. Nou, dan heb ik hier de zogenaamde salade, de kwark erbij. Ja, wat je er allemaal bij doet en hoeveel en alles, dat moet je echt voor jezelf weten. Dit is iets wat gewoon per smaak zelf is. Dus ik ga nu even peper en Aromat toevoegen en dan ga ik hem eventjes husselen, rondroeren, whatever. In ieder geval, dat ga ik even doen. En dan ziet het er zo uit. Ik heb er wat bieslook bij gedaan. Wel gedroogde bieslook, want dat neemt een beetje vocht op. Ja, dit is eigenlijk een beetje wat het is. Het is hartstikke lekker, vooral bij de kip tandoori. Maar dit is in ieder geval niet volgens het geheel recept wat ze hierop hebben staan. Want ik gebruik dan geen Griekse yoghurt. En ook geen koriander. En ik maak het dan op smaak met peper en Aromat. Maar ja, dat is natuurlijk ieder voor zich hoe dat ze het willen doen. Zoals ik al eerder ooit heb gezegd, is koken is zelf fantasie hebben. Nou, dat heb ik in deze heb ik dat gehad. Maar we gaan het even proeven. Kijk, ik kan niet zo heel goed tegen vloeibare melkproducten. En ik kan dit ook niet te veel eten, omdat daar kwark in zit. En er zit ook een melkproduct in de kip tandoori. Dus ik eet het meer met rijst, als dat ik het met saus en salade eet. Maar Niels en Jordi, die eten dit weer met hun vingers op. Dus daar ben ik in ieder geval blij om. Als hun het maar goed eten natuurlijk. Maar ja, ik zou even gaan proeven. Proost. Ja. Op een gegeven moment weet je precies hoeveel je waar aan toe wil voegen. Alleen ja, smaken verschillen gewoon. Dus ik kan bijvoorbeeld te veel citroensap naar iemand anders zijn mening erin doen. Dus ja, de hoeveelheden is toch echt per smaak verschillend. Doe gewoon heel eventjes een beetje erin. Proeven. Weer een beetje erin als je het niet genoeg vindt. Weer proeven. En dan vervolgens, ja, heb je wat je wil. Maar ik vind het in ieder geval lekker. Ondanks dat ik niet zo goed, dat, of ja, ik. Mijn buik kan niet zo goed tegen vloeibare melkproducten. En ja, dat is nou eenmaal zo. Maar betekent niet dat ik het niet lekker vind. Maar goed, in ieder geval, ik ga heel eventjes wachten op Niels, want die komt zo thuis. En dan gaan we eten. Wij zitten in de auto. En wat hebben we gedaan, Niels? Mama blij gemaakt. Yes. We hebben wat dingetjes gehaald, zoals een nieuwe staafmixer, een blender, een nieuwe stomer. Dus wat er uit die kast is gevallen, dat hebben we nou vernieuwd. Dus de ketting die kan weer vast, want ze heeft een nieuwe spullen in de keuken. Juist. Dus we zijn met de kindjes. En ze hebben al een pyjamaatje aan. Dus ze kunnen dadelijk in principe tandje poetsen bij Jordi en naar bed. En mama, ben je blij met je keukenspullen? Ja, zeker. Ik heb alles al uitgepakt. Dus staan nu klaar om de vaatwasser in te gaan. Mama blij, papa ook blij. Kindje blij. We hebben het ook voor de kindjes gedaan. Ja? Ja. Moet toch hun eten malen en alles. En vers eten. Alleen Jordi is niet zo blij mee met al die herrieapparaten. Nee, Jordi is nergens blij mee de laatste tijd. Dan zegt hij, boe. Maar waar is Jordi tegenwoordig wel blij mee? Ik denk dat dat was vanaf donderdag weer is. Ook als je zegt Ajax, dan zegt hij, boe. Dan zegt hij van elke club, boe. Oh.
Ja. Als hij jou ziet, boe. Maar de kindjes liggen op bed. En ze is lekker te slapen. Jordi was al heel vroeg naar bed. Ja, maar dat komt omdat hij vanmiddag niet geslapen heeft. Een uur eerder als dat we van hem gewend zijn. Ja, maar dat komt omdat hij vanochtend geslapen heeft. En Liam lag ook wel redelijk op tijd in. Ja, dat gaf mij de tijd om van alles hier te doen. Dan ga ik nog even verder klooien. Ja, dan voor vandaag is het laatste wat we gaan melden. Ja, want ik heb niet veel meer te melden. Dus tot morgen. Wat rust allemaal, Owas. Goedemorgen. Nou, zo'n vrolijke ochtend is het niet. Jordi heeft vannacht gespookt. We denken dat hij gewoon echt buikpijn heeft gehad. En vanochtend is hij ook heel zeurend wakker geworden. Dus we denken dat hij echt, ja, gewoon echt last heeft van zijn buikpijn. Ik ben blij als het donderdag is. Dan hoop ik dat het gauw verbetert. Het is niet meer leuk. Maar ja, in ieder geval, Liam die sliep net nog. Hij was dus al wakker. En ja, ik denk dat ik vandaag een heel moe dagje heb. Want ik heb ook niet veel geslapen daardoor. Niels, ik ook niet. Poeh. Maar ja, in ieder geval laten we de dag weer beginnen. Hij is hem al begonnen met een lekker flesje. Ik ga zo dadelijk even kijken bij Liam of dat hij wakker is. En dan zijn fles maken als hij wakker is. En ja. Dan gaan we hem mee door. Oh, ik moet nu even Joef op zijn donder geven. Scheetjes. Joef. Dat mag niet, hè. Joef weet dat ze niet de box van Jordi in mag. En toch weer even proberen. Maar ja. In ieder geval, hij is klaar met de fles. Ik ga hem even koelen. En dan kan ik weer door. Nou, ik ga voor Jordi fruit maken. Ik had hem al zover aangezet. En toen dacht ik bij mij, shit, laat ik het even filmen. Deze blender heb ik gekocht. Let niet op de rommel. Ja, de blender. Ik heb de fruit erin gedaan met de Brinta. En een beetje water voor Jordi. En dan ga ik hem aanzetten. Ik heb er heel even wat meer water in gedaan. Ik moet dat ding natuurlijk ook leren kennen. Bij die andere wist ik precies zoveel water, zoveel fruit, zoveel dit, zoveel dat. Dus eventjes kijken hoe dat het geworden is als ik het in het bakje schud. Anders moet ik misschien nog wat meer Brinta erbij doen. En er komt natuurlijk nog een koekje bij. Dus we gaan even kijken. Er zitten een paar kleine stukjes nog in, zoals ik net zag. Dat is niet erg, want hij moet daar ook mee oefenen. Dit is ongeveer wel de hoeveelheid die ik altijd heb. Maar ik vind hem vrij nat, dus ik ga er eventjes nog wat Brinta bij doen. Ik ben zeker te weten niet ontevreden. Ik laat hem heel even nog staan, dan wordt hij iets dikker. Dit is al met koekje erbij. En dan kan Jordi dadelijk lekker fruitje eten. Hij zal dit niet helemaal opeten hoor, dit is net te veel. Maar zoals ik al zei, ik moet er heel eventjes aan wennen hoe dat dit met een grotere blender in zijn werk gaat. Dan ga ik nu heel eventjes Jordi klaarmaken. Zodat hij even schone luier heeft. En dat hij in zijn stoel kan zitten. Zodat hij dadelijk lekker rustig zijn fruitje kan eten. Want hij heeft echt buikpijn. Dus ja. En jij bent ook al de hele tijd aan het schreeuwen. Vrolijk. En jij bent ook al de hele tijd aan het schreeuwen. Ja. Kleine schreeuwert. Ja, kleine schreeuwboet ben jij. Daar wordt je grote broer nog chagrijniger van. Ja, maar goed dat we de tablet hebben, dus die gaan we zo even aanzetten voor. Maar eerst de luier van Jordi. Nou, het fruitje is gegeven.
Hij gaf net aan dat hij vol zat. Dus dan stop ik ook met eten geven. Vol is vol. Gelukkig geeft Jordi daar heel goed aan. Dus, maar dit heeft hij over. Dit heeft hij helemaal over. Hier zat nog een stukje. Hij heeft ook een stukje nog gewoon op hoor. Maar ja, in ieder geval dit heeft hij over. Dus ja, hij heeft goed gegeten. Toch is er altijd wel raar bij Jordi. Hoeveel buikpijn hij ook heeft. Hij eet altijd wel. Maar dan moet ik het wel aangepast doen. Want hij heeft niet de capaciteit om te kauwen als hij heel veel buikpijn heeft. Dus dan geef ik het ook merendeel vloeibaarachtig, zoals nu dus. Maar normaal doe ik wel altijd wat stukjes er doorheen, maar dat kan hij nou niet. Daar heeft hij gewoon te veel last van. Maar ja, op zich, hij eet altijd wel goed. Alleen ja, in dit soort gevallen moeten we altijd heel eventjes kijken hoe dat het allemaal loopt. Maar hij gaat nog heel eventjes tablet kijken en dan hoop ik dat hij wat poept. Hij poept wel al de hele tijd kleine beetjes, maar niet de hoeveelheden die hij normaal poept. Dus hij houdt het echt tegen. Maar ja, in ieder geval, ik breng hem nu ook niet in beeld. Want hij zit nu echt op een manier dat je denkt bij je eigen koekoek. Maar ja, zo zit hij nou helemaal graag. Dus, maar goed. Ik geef het beetje fruit wat over, dus geef ik aan Joef. En ja, ik vind het zonde om weg te gooien. Dus, en Joef vindt het wel lekker. Oh, het leven is zo zwaar. Vooral als je uien snijdt. Ik jank echt serieus bij elke ui die ik alleen al vasthoud. Dat is gewoon echt niet normaal. Maar ja, ik ben bezig met wortelstamp maken. Oftewel hutspot. Ik heb mijn wortels al geschild. Die ga ik dadelijk heel eventjes door de... keukenmachine halen. De uien heb ik al gesneden. Ik ga nu eventjes de aardappels snijden. En mijn rundvlees in stukjes maken. En dan kan alles in één pan. En dan kan het een paar uur gaan pruttelen. Mijn hutspot wortelstam staat op. Ik kook het altijd met soepvlees. En ja, laat maar lekker gaan pruttelen. Dan ga ik nu heel eventjes die schreeuw lelijk van een Liam eventjes fruit geven. Want... een hoop geschreeuw vanuit Liam en Jordi. Ligt Liam nu eindelijk te slapen. Hij heeft zijn fruitje gehad en hij is nou content. Dus hij heeft nou zijn oogjes dicht en ligt lekker hier in de box. Jordi heb ik net de fles gegeven, want die is oververmoeid. Want ja, hij heeft vannacht natuurlijk liggen spoken. Dus ja. Maar hij slaapt nog niet. Hij is nog een beetje aan het zeuren en aan het doen. Maar dat is gewoon zoals het is. Ik ga heel eventjes een broodje eten. Wat een geschreeuw net zeg. Oh. Ze deden volgens mij een wedstrijd wie het hardst hier kon schreeuwen. Niet eerlijk tegenover je moeder. Maar goed. Ja, ik ga heel even eten en mijn dingen doen. Jordi ligt nog te slapen. Liam is inmiddels wakker. En ik kan mijn hutspot onder elkaar gaan zetten. Ik heb het water een heel eind afgegoten. Dan ga ik dit eventjes plat maken. En daar gaat boter, aromat, peper, nootmuskaat en een beetje knoflook in. En dan laat ik zo het eindresultaat zien. Even een snelle tip tussendoor. Ik heb een nieuwe. Dus ik doe dat nooit met een stamper. Nee, ik doe dat altijd met dit ding. Dus... dat gaan we even doen. En dan is dit het eindresultaat. Ik zal eens even een beetje proeven. Perfect. Ik doe altijd, omdat ik dus dit zonder melk doe maken. Ik doe altijd wat kookvocht gebruiken van de wortelstamp waar die in gekookt heeft. Hij lijkt nu wat waterig, maar dat is hij straks niet meer. Dat alles nou nog verdampt en alles en doet. Dus, hij is perfect. En sowieso iets of wat vochtiger eten is voor Jordi nooit erg. Want dan krijgt hij toch weer wat meer vocht binnen. Dus, hier gaat de deksel op en dit gaat weer op het fornuis staan. Dan hoef ik straks alleen nog maar een vleesje te maken. En dan kunnen we gewoon eten.
klaar. Oh, en wat ik trouwens over heb, dat gaat de vriezer in voor Jordi. Zodat ik altijd eten heb voor hem. Jordi is momenteel weer wakker. Hij had heel veel buikpijn. Hij is nu juffrouw aan het kijken en aan het drinken. En even lekker aan het ontspannen. Net heeft hij al verschillende scheetjes gelaten, omdat hij dus in deze positie nou ligt. Dus ik ga heel eventjes hem zo laten en kijken wat er van komt. Kindje liggen lekker te slapen. Niels die is even iets ophalen ergens. Een boormachine, weet ik veel wat. In ieder geval, hij zei ik had dat nodig. Nou oké, prima. En ik ga heel eventjes wat dingetjes hier nog doen. Even de keuken opruimen van het eten en zo. En even editen. Dat soort dingen. Ja, in ieder geval, ik ga even aan de slag. Straks ga ik samen met Niels nog even de vlog afsluiten. Want ja, ik doe niet veel interessants. Je hebt de boommachine gehaald? Ja. Doet hij het? Ja, getest. Mooi. Kunnen we een mooie klussen meedoen? Eerst het een, dan het ander. Je hebt ook nog een zwembad die opgeruimd moet worden. Er zit zo'n laagje water in, dus dat doe eerst maar. Ja. En nou, we krijgen zon toch van de week, dan kan die mooi drogen. Ja, maar dan moet jij hem wel helemaal leegmaken en schoonmaken, zodat die kan drogen. En als die opgeruimd is? Hebben we ruimte. Kunnen we muurtjes omdouwen en zo? Nee, nu nog even niet. Eerst het een, dan het ander, zoals ik zei. Gat in het plafond maken. Nu niet, Niels. Niels moet eigenlijk nog even gaan showen, want er staan nog dozen met kleding op de badkamer. Want dan moet ik de kleding uit gaan zoeken voor Liam, wat hij aanpast en wat ik nog wil bewaren voor Liam. Ja, we hebben nou de zoldertrap nog in de badkamer zitten. Ja, wij willen gaan verbouwen. Maar in ieder geval, ik moet dus kleedjes gaan uitzoeken, omdat sommige kleedjes ook te klein worden. Dus heeft hij andere kleren nodig. Dus daar ga ik mee aan de slag van de week sowieso. Maar die boksen staan dus nog in de douche. Dus, nou. Papa even verzet. Dan gaat hij verzetten. Dan kunnen we douchen en naar bed. Dus, we gaan bij deze ook deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.